Op vrijdag 20 september was er een officieel moment als start voor de nieuwbouw van Zorgcentrum Pantijn aan de Pastoor Maastraat in Mil. Ondertussen is de nieuwbouw begonnen en wanneer alles volgens plan verloopt, wordt in de zomer van 2025 de eerste fase opgeleverd. Een jaartje later, in de zomer van 2026, fase 2. Het officiële moment van de start van deze nieuwbouw bestond uit het onthullen van een bouwbord. Dit gebeurde door Ricky Rijs en Huub van der Ven, twee bewoners van Zorgcentrum Pantijn, in samenwerking met Edith van den Broek. Zij is regiomanager bij Pantijn. Na de officiële onthulling van het bord was er nog een gezellig samenzijn met bewoners, medewerkers, gasten en genodigden.